Ja, in 41. Toen had ik 2 kinderen, denk ik. En, want mijn jongste, die is later nog geboren. Maar ja, het was hier, deze straat was net aangelegd, dus ik was eigenlijk zo'n beetje het enigste huis eigenlijk dat bewoond werd. Langzamerhand zag je dat allemaal verder, die blokken. Ik was koerierster, dus ik moest alle berichten doorgeven en de bezetting, ja. Je was toen tegen. Al in 41, toen u hier kwam wonen, was u al koerierster? Ja. Ging dat dan op de fiets? Ja, op de fiets. Met mijn medekoerierster, dat was Leni Kirkzak. Ja, tenminste, die is later mijn Kirkzak, Leni Gerritsen was het. En die is toen met mij mee gaan werken. En dat ging allemaal op de fiets. Je moest brieven brengen, maar ook andere dingen, boodschappen. Bonkaarten misschien? Of... En zo ook, ja, naar mensen die dus bonnen moesten hebben en dat wel. Want je, dat het dus, ja, ik heb nooit Duitsers gezegd, dat is ook schandalig. Ik heb altijd moffen gezegd. Heel schandalig. Maar hoe was uw contact met Paul Windhuizen over het algemeen? Was het een vriendschappelijk contact of was... Wat voor contact had u met Nou, iets meer dan vriendschappelijk. Ja, ja, jullie waren echt verliefd op elkaar. Jullie waren echt een stel. Ja. En die zat op het Kasteelplein, had hij een eigen atelier. En daar zat hij. En als er iets was, ja, dan raadpleegde ik hem altijd. Want ja, hij zat het dichtst bij. Ik kan me dat nog herinneren, dat ik achterop bij hem zat en wij met de fiets naar Rijsbergen gingen en naar de vloeiweide dus. En dat deden we binnendoor en die weg bestaat niet meer. Het is een weg die over een boerenerf liep en over een bruggetje, wat een hele grote diepe sloot was. En zo kwamen we eigenlijk bij de vloeiweide. Wat gingen jullie daar doen? Ja, waarschijnlijk Paul was dus de aanvoerder, de spil van het hele gebeuren. En die wou mij dat laten zien. Ik was dus 5 jaar. Maar dat heeft een geweldige indruk op mij gemaakt. Omdat ik daar een enorme schuilkelder zag, die onder voerlangs het huis liep. Het huisje waar nu de fundamenten nog liggen. En daar heb ik ook die radio-installatie gezien. En de mensen die daar rondliepen, dus die vrouwen, kinderen, neefs, die kan ik me allemaal nog heel goed voor de geest halen. En ja, dat was voor mij een hele unieke gebeurtenis, hè, die je blijft onthouden. Hè, dat ik met hem dus daar geweest was. Hè. En toen was hij nog in levende lijven. En die schuilkelder onder het huis? Dat is heel groot. Het maakte wel indruk op mij, want daar kon je gewoon rechtop in lopen. En zo ter hoogte van het plafond hier, ietsje lager denk ik, zaten allemaal lampjes, speertjes, weet je wel. Gewone lampen met een fitting. Zoals je wel ziet als je een plafond hebt waar een noodlampje aan zit. Hè. Zo, en dan ging dus die hele schuilkelder door. Dat was heel langwerpig. Het liep zo'n beetje rond. Mijn vader was ook heel sterk in het verzet. Mm-hmm. En ja, mijn jongste, of bij onze Harry is toen ook mee omgekomen met de hele post van de Vleurwijde. Werd er thuis veel over gesproken, over de verzetsactiviteit? Nee, dat ging allemaal in het geniep, kun je zeggen. Oktober 44 is de fatale datum, hè? Hadden jullie het gevoel dat die mensen die daar zaten bang waren dat ze ontdekt werden? Nee, het was... De geallieerden zouden komen, maar die lieten op zich wachten. En dat was het. Ik heb ze allemaal moeten herkennen. Dus al diegenen die toen omgekomen waren, die heb ik toen... Ja, er was ook mijn eigen broer bij. En ik begrijp nog niet, ik kan het me nou niet meer voorstellen.
dat het goed geweest is. Maar dat, en hoe dat je dat, ik weet nog wel dat ik naar mijn vader ging, mijn moeder durfde het niet te vertellen. En ik ben naar mijn vader ben ik het gaan vertellen, dat Harry dood was. En die heeft toen maatregelen genomen, ja, die was heel krachtdadig altijd. Mijn moeder, die kreeg op een gegeven moment, die moest die mensen identificeren. En die heeft dus ook, er zijn foto's van gemaakt. En dat is de tweede grote indruk op mij geweest, dat die foto's die ik toen zag. En zag je Paul Wienthausen met gaten in zijn hoofd.